Hallo Sanchaners, vandaag wil ik jouw pH gaan uitleggen. pH uitleggen klinkt allemaal eenvoudig, maar dat is het absoluut niet. En dan zit ik natuurlijk in de problemen, want met mijn kanaal is de bedoeling om zoveel mogelijk gratis begrijpbare, betrouwbare, hapklare en to-the-point informatie te geven over het houden van aquarium naar jullie toe. Begrijpbaar wordt redelijk lastig als het gaat over pH. Ik kan wel zeggen dat pH gewoon de zuurtegraad is, maar ik wil er iets dieper op ingaan. Waarom wil ik er iets dieper op ingaan? Ja, als ik gewoon zeg pH is de zuurtegraad van jouw water, dan weet je daar weinig mee. Als ik jou in detail uitleg wat pH is, hoe je hem kunt beïnvloeden en dat soort dingen meer, dan is het natuurlijk een stuk nuttiger om te gaan gebruiken binnen de aquaristiek. Eigenlijk moest deze video er al heel lang geleden gaan komen, maar ik stel hem constant uit. Simpelweg omdat ik geen methode vond om dit begrijpbaar te gaan doen. Dan heb ik uiteindelijk maar beslist om iemand anders zijn methode te gaan gebruiken om dit te gaan uitleggen. Namelijk een methode die Aquarium Co-op al een redelijk ruime tijd een paar keer heeft gebruikt. Wil je daar een voorbeeld van zien? Er staat een link in de beschrijving op YouTube. Dus gewoon even naar beneden scrollen. In de beschrijving staat er een link naar een van deze video's. Ik ga het namelijk gaan doen aan de hand van M&M's. Waarom? Omdat ik het een sublieme methode vind om iets te gaan uitleggen en heel begrijpbaar. Voordat we echter starten met deze video, ben ik heel benieuwd wat jullie weten van pH. Hebben jullie er al ooit meer bij stilgestaan wat pH precies is? Of is het voor jou gewoon een eenvoudig cijfer die we gebruiken binnen de aquaristiek? Heb je al ooit de test met water gedaan? Als je niet weet wat ik bedoel, ik vertel het jou straks. Hoe meet jij jouw pH? Ik ben heel benieuwd of je het digitaal doet, via een teststrip, via lakmoes, via een druppeltest. Laat het zeker vast weten in de comments hieronder op YouTube. Ik zal een aantal chemische componenten gaan gebruiken, namelijk bijvoorbeeld de OH- en de H+ ionen. Aan de hand van de verhouding tussen deze twee dingen kunnen we gaan onze pH bepalen. En daar wrong een klein beetje het schoentje naar uitleggen toe hoe het allemaal gaat. En daarom ook heb ik gekozen om de M&M-methode te gaan gebruiken. Dus met andere woorden, de verhouding tussen de gele M&M's en de blauwe M&M's, waarvan we er elk 12 hebben. Stel nu dat ons water 4 keer OH- bevat en 4 keer H+ bevat, dan hebben we dus een verhouding tussen beide. Stel dat we dit hebben in ons water, dan hebben we een evenwicht. Dus de pH zal 7 bedragen. Dus eigenlijk de H3O+ en de OH- verhouding. Gaan we echter meer OH- ionen hebben in ons water dan H3O+ ionen, dan gaan we met een meer basische oplossing zitten, dus een pH hoger dan 7. Hebben we echter meer H3O+ ionen dan OH- ionen, dan hebben we een oplossing water die zuurder is. Hoe erger die verhouding is, hoe zuurder ons water. Dit zou bijvoorbeeld zeer zuur water zijn. En dit zou heel basisch water zijn, omdat de verhouding heel erg uit evenwicht is. Voor de mensen die al heel lange tijd heel aandachtig zijn, zullen we weten dat OH- een van de dingen is die vaak voorkomt als we het hebben over één bepaald filter. Dat filter zou aan de hand van OH-productie ervoor gaan zorgen dat het water gezuiverd is. OH- is namelijk heel reactief. Het water wordt gezuiverd aan de hand van OH-. Er worden dus OH-ionen toegevoegd. En we krijgen dus meer basiswater. Dit heb ik al hele ruime tijd gezegd en eindelijk kan ik het eens aan de hand van een hele eenvoudige methode uitleggen. Hoe meer OH-ionen, hoe meer basis ons water, dus hoe hoger onze pH is. Wanneer we echter onze pH willen gaan beïnvloeden in ons aquarium, kunnen we, als we de pH willen verlagen, zelf een aantal H3O+ ionen toevoegen, door bijvoorbeeld een sterk zuur te gaan toevoegen. Ik neem als voorbeeld zoutzuur. Als we zoutzuur toevoegen, gaat er vrij veel H3O+ toegevoegd worden. Dit heeft te maken met de scheikundige reactie, onder andere op bijvoorbeeld KH-stoffen.
Van die KH gesproken, in de volgende video ga ik KH gaan bespreken. Wat vormt onder andere de KH? Welke mineralen vormen de KH? Zodanig dat we weten hoe we kunnen zelf onze KH gaan sturen of omhoog gaan brengen, omlaag gaan brengen. pH kunnen we op een aantal verschillende manieren gaan bekijken. Een van de meest gebruikte is aan de hand van teststrips. Die teststrips zijn eigenlijk pH-indicatoren die een verkleuring weergeven aan de hand van de pH. Ze verkleuren bij het opnemen of afstaan van H+-ionen en daardoor kunnen we eigenlijk onze pH gaan aflezen. Dit is echter een vrij ruwe manier om te gaan meten. Het is zo dat die pH-indicatoren niet altijd even correct zijn. Voor de mensen die al lang meedraaien in de hobby, kennen ongetwijfeld nog het lakmoespapier die wij vroeger gebruikten. Lakmoes werd gebruikt om de pH te gaan bepalen. Het was een rolletje met een heel fijn papier die wij moesten in ons aquarium duwen. En op die manier konden we gaan zien welke pH-waarde ons water had. Om een klein praktijkvoorbeeldje te geven over pH en die verkleuring van die pH-indicatoren, moet je eens gaan nadenken. Als je rode kool maakt en als je achteraf de pan of de kom waarin je de rode kool hebt klaargemaakt gaat afwassen, dan zal je zien dat deze niet rood, maar blauw gaat verkleuren. Dit is ook dankzij de pH-kleurindicatie. Dus ook rode kool zal een pH-kleurindicatie gaan geven. Als je zuivere rode kool gaat klaarmaken, dan zal je merken dat die vrij snel zal verkleuren terwijl je nog bezig bent met hem klaar te maken. Daarom worden er heel vaak zure dingen toegevoegd, zoals bijvoorbeeld citroen, appelmoes en dat soort dingen. Het is ook bijvoorbeeld zo dat je thee zal zien veranderen van kleur wanneer je citroen eraan toevoegt. De digitale pH-meters gaan eigenlijk de elektrische spanning gaan meten van de H+-ionen, van de reactie van de H+-ionen. Dus daar gaan we eigenlijk een bepaalde spanning gaan meten. Is dat belangrijk om te weten? Nee. Maar het is wel handig om te weten dat dat een veel nauwkeuriger manier van meten is dan de pH-kleurindicatoren. Titratie zal ik hier niet bespreken in detail, maar het komt er wel op neer dat titratie gebruikt wordt bij de druppeltesten. We gaan een bepaalde sterke basis gaan toevoegen en op die manier wachten tot er een kleuromslag is. Dus tot we weten hoeveel pH we hebben, hoeveel de kleuromslag precies is. De pH-schaal verloopt logaritmisch. Dit wil concreet zeggen, een pH 7 is een neutrale pH. Als we naar pH 6 gaan, dan is ons water 10 keer zo zuur dan wanneer die pH 7 zou zijn. Gaan we echter naar pH 5, dan is die 100 keer zuurder dan een pH van 7. Omgekeerd geldt ook, een pH 8 is 10 keer meer basis dan de pH 7 en een pH van 9 is 100 keer meer basis dan onze pH van 7. Nu, om dit te gaan omvatten in woorden, geef ik jullie een leuk testje die je zelf thuis kunt gaan doen. Je neemt een glaasje water, flessenwater liefst geen kraanwater, omdat je anders moeilijker kunt testen. Je gaat de pH gaan meten. Stel dat die bijvoorbeeld pH 7 is. Voeg daar dan azijn aan toe, aan jouw water, tot als die op een pH van 6 is. Ga dan een slok nemen van dat water. Je zal onmiddellijk weten wat ik bedoel met 10 keer zuurder. Dus gewoon een glas water, pH 7, we voegen een zuur toe, bijvoorbeeld azijn, tot aan een pH van 6. We gaan dat dan gaan uitdrinken en je weet direct hoeveel zuurder dat water wel is. Ik daag jullie uit, ga het eens gaan doen. Laat het zeker weten in de comments wanneer je het gedaan hebt, wat jouw bevindingen zijn, wat je gesmaakt hebt. Dus mensen die zeggen dat de pH-verschil van 7 naar 6 niet zo heel veel is, daag ik jullie uit, ga die test gewoon eens gaan doen. Film het misschien en stuur mij zeker en vast die film door, want ik wil jouw gezicht zien als je van dat water drinkt. Ik kan jou in ieder geval al vertellen dat wanneer je het water gedronken hebt, je met heel veel plezier een M&M zal eten om de smaak kwijt te raken. Nu, alles in de wereld heeft een bepaalde pH. Hier nu in beeld zie je een tabelletje als het ware, met daarin een aantal verschillende dingen die een bepaalde pH hebben. Als we gaan kijken naar puur natronloog van 1 mol per liter, dan hebben we een pH van 14. Het gewone standaard natronloog die we in de winkel kunnen vinden, heeft een pH van 13. Zeewater heeft blijkbaar dezelfde pH als darmsap. pH 7 is zuiver gedistilleerd water. Als we gaan kijken naar bijvoorbeeld speeksel, zitten we op een pH van 6,5. Onze huid heeft een pH van 5,5. Huid pH van 5,5
kan heel belangrijk zijn om dat te gaan weten. Als we onze vissen al te veel aanraken, dan weten we dat we ze blootstellen aan een pH van 5,5. Als je niet weet wat ik daarmee bedoel, ga zeker en vast eens de test gaan doen met het glaasje water die je neemt en ga jouw pH 2 maal gaan verlagen. Dus van een pH 7 naar een pH 5 in het voorbeeld van daarnet en drink gerust een klein beetje vanaf. Je zal merken dat dat een pak zuurder is. Dus het contact tussen onze handen en de slijmhuid van onze vissen moeten we gaan vermijden. Wil dat zeggen dat het een zeer nadelige invloed heeft ten opzichte van de vissen als we onze vissen 1 keer aanraken, bijvoorbeeld om ze te gaan overzetten van bak? Nee, absoluut niet, maar maak er gewoon geen gewoonte van. Een hele leuke om te gaan bekijken. We zien dat cola een pH van 2,8 heeft, terwijl azijn een pH van 3 heeft. Cola is dus zuurder dan azijn. Waarom denk je anders dat ze er kilo's suiker in duwen? Net omdat je die zuurgraad niet zou smaken. pH is dus een heel sterk zuur, daarom ook kan het heel vaak gebruikt worden om een aantal dingen, zoals bijvoorbeeld ringen, katinkjes en dat soort dingen, heel proper te gaan krijgen. Het zuur zal als het ware alle vuil gaan afvreten. Ik hoop dat je iets had aan deze video. Ik hoop ook dat de M&M-methode iets meer duidelijkheid heeft gebracht. Nogmaals, Aquarium Co-op, Corrie, bedankt om die methode aan te brengen. Ik heb ze vlekloos gestolen van jou, maar het is gewoon een schitterende methode en het mag zeker en vast gedacht worden. Nogmaals, voor de mensen die niet weten wie Aquarium Co-op is, de link staat in de beschrijving. Ik hoop dat je iets had aan deze video, ik hoop dat je iets hebt bijgeleerd en we zien elkaar ongetwijfeld in de volgende video. Die zal gaan over de KH van water, de buffer van water. Als je het mij vraagt, een van de belangrijkste waterwaardes die je zeker en vast goed onder de knie moet hebben, wil je verder gaan met jouw aquarium, wil je jouw pH bijvoorbeeld gaan beïnvloeden. Ik wens jullie nog een fantastische dag toe. We zien elkaar in de volgende video. Dag!